deftig geklede mannen op ronkende motoren. Tijdens de vijfde editie van de Nijmeegse Distinguished Gentleman's Ride reden zo'n 250 goed geklede motorrijders door Nijmegen om aandacht te vragen voor een goed doel. Onderzoek naar prostaatkanker en het vergroten van bewustzijn over zelfmoordpreventie onder mannen. De klassieke motoren maakten een tour door het Nijmeeg Centrum en hielden daar een korte pauze op de Grote Markt. De Gentleman's Ride werd in Nederland op 15 plekken gereden. In Nijmegen is een bedrag van ruim 27.000 euro opgehaald via sponsoren.